Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het wordt vandaag een tropisch hete dag. Dat zult u ongetwijfeld al gehoord hebben. We beginnen met een paar wolken in de kustgebieden, maar de zon die overheerst. Volop zonneschijn, daardoor snel oplopende temperaturen. Halverwege de ochtend is het plaatselijk zelfs al 27 graden in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het dan nog warmer. 32, 33 graden in het binnenland, op de stranden 25 tot 28 graden. Maar de bewolking begint langs de kust wel toe te nemen. En aan het einde van de middag valt de eerste bui misschien in Zeeland. Vanavond neemt de kans op zware buien verder toe, vooral de westelijke helft van het land. Daarbij kan het dus onweren, hagelen en er zijn ook forse windstoten mogelijk. Hou de weersberichten alsjeblieft in de gaten, zeker als je buiten bent later vandaag. In de nacht trekken de buien weg. Morgenochtend, misschien in de nacht, nog een laatste bui. En daarna is het morgenmiddag droog en zonnig bij 17 tot 22 graden. Ook zondag schitterend weer, volop zonneschijn, 17 tot 21 graden. En maandag en dinsdag houden we eigenlijk vrij zonnig weer. Maar de temperatuur gaat niet omhoog, die gaat eerder nog iets dalen en komt dan onder de 20 graden te liggen. Later in de week lijkt het wel weer warmer te worden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.